Het binnenlands toerisme moet bevorderd worden om ook de toerismesector van Suriname te verbeteren. De oud-koloniale residentie van de districtscommissaris te Groningen wordt in dat kader verbouwd tot een museum, in teken van de identiteit van het district. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de ministeries van Openbare Werken en Transport, Communicatie en Toerisme, TCT. Het ligt in de bedoeling om in het museum cultureel erfgoed, de geschiedenis over het slavernijverleden en immigratie, evenals de ontwikkeling van kleinlandbouw tot staatsolie, tentoon te stellen. Sherin Bansi Durga, districtscommissaris van Saramaka, vindt het belangrijk om geschiedenis samen met toerisme in tastbare vorm neer te zetten. Dit moet een stimulans zijn om een dergelijk project voort te zetten in overige districten. De geschiedenis achter dit pand is enorm belangrijk voor het district Saramaka. Vandaar de keus hiervoor is gemaakt, meent Bansi Durga. Volgens de overleveringen stond hier de woning van dominee Brandhoff en werd daarna de woning van de districtscommissaris. De vrouw van dominee Brandhoff, Anna Panakoek, stierf op 10 november 1945 en ligt hier verder op het kerkhof van Groningen begraven. En naar haar is hier te Groningen de straat genoemd. Maar nog veel meer zal hier te zien zijn van inheemsen, slavernij, immigratie, de ontwikkeling van kleinlandbouw tot staatsolie. De ministers Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme en Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zijn ook voorstander van voortzetting van dit project in de overige districten. Elk district verdient een eigen identiteitsplek die ook voordeel levert aan de toerismesector van Suriname. Dit soort projecten lenen zich ook voor zowel cultuurbevordering en behoud als natievorming. 1. We moeten als Suriname trots zijn op wie we mogen zijn. En waar gaan we dan op zoek naar? We gaan op zoek naar het bindmiddel. Want als we het bindmiddel niet kunnen met elkaar kunnen gaan ontwikkelen, gaan samenstellen, dan gaan we altijd nog zoeken naar iets. En dat is het uitgangspunt geweest van, we beginnen met projecten, onder andere bij toerisme, waarbij we kijken naar elk district een identiteit. Want Suriname is meer dan alleen 93% regenoog. Zo gaan we het beleid wat staatsgebouw verder aanpakken. Heel agressief. Dus ik doe van deze kant ook een beroep op om de alle DC's van de zin om zelf even te kijken in het district wat kunnen we afstoten. En ik ben blij met die keuze ook. Het is geen kantoorgebouw die we gaan maken, maar iets in het gebied van toerisme, horeca, trekt mensen aan. Dus die keuze is heel goed gedaan. En als ik hoor naar die andere voorbeelden die de directeur zijn, dan hoop ik dat we ook die voor toerisme, voor regen kunnen inzetten met particulieren.